welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe review. Ik wou zeggen review nummer zoveel. Nee, dat doen we niet meer. En waarom? Ik hoor je misschien denken, Reem, waarom zeg je niet meer review 200, weet ik veel wat. Ik vind het fijner om het te kunnen kijken van, nou, ik ga die video dan online plaatsen en die dan. Anders zit ik echt aan de volgorde vast. En in de titel zal je toch wel zien van, nou ja, het is review zoveel. Maar dat beslis ik dan op dat moment even een uitleg voor de kijkers. Mocht je nieuw zijn, welkom. Wat doen wij hier? Nou ja, wij. Ik. Ja, eigenlijk wij, hè. Ik zeg heel vaak wij. Van, we gaan dit biertje openen of wat dan ook. Maar dat doen we samen, weet je. Het is niet alleen ik. Ja, ik praat tegen jullie, maar ik zie mezelf. Het is een beetje awkward, eigenlijk. Best wel awkward. Maar ik vind het leuk om te doen. Nogmaals, ik doe het al 2 jaar. En als jij nieuw bent, welkom. Ik hoop dat je blijft plakken. Net zoals de meeste Imperial Stouts. Als je van bier houdt, dan is dit jouw kanaal. En er zijn meerdere kanalen. Uiteraard. My buddies Thomas Opent en Dutch Beer Geek. Volg die ook. Ik bedoel, die doen ook enorm hun best. Echt, maken ook superleuke reviews. Het zijn buddies. Beer buddies. Genoeg gelul. Tijd voor bier. Ik had laatst een pakketje opgestuurd gekregen van Brouwerij Emelisse. Wellicht wel bekend bij jou. Emelisse komt uit Zeeland. In het verleden, een paar jaar geleden, was de brouwer bij Emelisse. Die brouwde echt, het woord blubberdikke jetsers komt daar misschien eigenlijk wel vandaan. Ik heb een aantal van die white labels gehad van Brouwerij Emelisse. Joh, echt, wauw. Dit is eigenlijk, voor mij was dat het was compleet. Toen dacht ik, wat, mooie bieren. We gaan gewoon bier reviewen. Zoiets. Super fijne bieren. Maar die brouwer, genaamd Kees. Onthul ik het eigenlijk al, hè. Lekker slim. In ieder geval, Kees is voor zichzelf begonnen. En zijn brouwerij heet, wellicht ook wel bekend, Brouwerij Kees. En hoor ik jou denken, wow, zat hij eerst bij Emelisse? Of ik hoor je denken, Remy, dat wisten we al, schiet nou maar op met je bier. Oké. Inderdaad, Kees heeft zijn eigen brouwerij. En nu is Jens, is daar de hoofdbrouwer. En Jens heeft een aantal white labels uitgebracht. Volgens mij liep het wel redelijk, maar nu zijn ze terug met hun nieuwe white labels. Yes, sir. Ik ben blij. Ik ben een blij mens. Check it out. Nieuw logo. Nou ja, logo niet, maar nieuwe etiketten. Prachtig mooi vat aan de zijkant. White label groot voorop. Brouwer Emelisse. Je ziet ook onderin staan. Brewed by Jens. Je hebt het wellicht wel gezien. Het is een barley wine Jack Daniels. En dan moet ik het uitspreken. 2 hours later. En dat had ik laatst ook al last van met de unpacking. Dus ik ga het niet noemen. Aukentosan. Maakt niet uit. Jack Daniels, barrel aged 11,3%. Zat ook bij barrel aged beer 2018. Hij is tenminste houdbaar tot 12/11/2021 of 2021, wat je ook wil. Brouwerij komt uit Goes. Ja, wat ik al zei, Zeeland. Laten we hem snel openmaken. Want ik ben echt serieus razend benieuwd. Hertog Jan glas. Ja, ik heb geen Emelisse glas. Misschien in de toekomst, je weet het niet. Maar laten we deze nieuwe white label openmaken. Dit is eigenlijk voor mij een soort, ik wou zeggen jeugdsentiment. Maar dat kan niet, want je mag niet drinken als je jeugdig bent. Maar laten we zeggen, een paar jaar geleden, vooral de barrel aged bieren. Emelisse begon daar niet zozeer mee, maar die was wel een van de allereerste. Oh, en dat sprak mij zo enorm aan. Toen is eigenlijk de virus overgeslagen. Of doorgegaan, hoe je het ook wil noemen. Maak hem open. Here we go.
Mooie kamertemperatuur. Het is koud buiten, dus kamertemperatuur is nu 10 graden, denk ik. 11, zoiets. Deze kamer dan, hè, boven. Natuurlijk boven nooit verwarming aan. Het is... moet niet te warm. Beneden wel, boven niet. Ga hem inschenken. Here we go. Kijk, de kleur ziet er al goed uit. Wauw. Allereerst, zeer compacte schuimlaag. Die volgens mij heel snel verdwijnt. Als ik hem in het licht hou, het licht is die kant. Lekker slim. Ik moet een beetje wennen aan het licht. In de zomermaanden gaan we die lamp natuurlijk niet gebruiken. Hè. Dan, en ik moet hem even anders afstellen. Maar het komt goed. Echt waar, komt goed. Wow, ik ruik hem nu al. Wat? In de kleur. Mooi, donkerbruin, roodachtig. Super mooie kleur. Eigenlijk hoe een... Ja, zo kan het wel redelijk zien. Eigenlijk hoe een barley wine gewoon eruit moet zien. Super gaaf. Zoals ik al zei, ik ruik hem nu al... Maar we gaan hem gewoon van dichtbij even goed ruiken. Here we go. Wow. Zo. Barrel aged, it is. Wauw, wat een geur. Hij is vooral fruitig. Barrel Jack Daniels komt zeker goed terug. Heel licht rokerig. Minimaal. Maar ik ruik ook wel iets van rozijnenachtig. Ja, en ook wel chocola komt ook wel redelijk goed terug. Zou je denken alleen in stouts. Ik moet zeggen dat dit ook chocola combi met fruit. Wauw. Maar enorm warm ook. Dat moet natuurlijk blijken als je hem drinkt. Maar gewoon in de geur ook. Je ruikt gewoon... Ja, het is... What? Het is echt... Ik ben heel benieuwd. Wauw. Wat ik al zei, 11,3%. It's a zipper, zullen de Amerikanen zeggen. Oftewel, lekker nippen. Tijd voor maken. Het is vandaag zaterdag. Wanneer dit online komt, geen idee. Maar het is in ieder geval vandaag zaterdag. Proost. Wauw. Rozijnen. Rozijnen komen goed terug. Ook een beetje toffee-achtig. Hoop fruit. Een beetje rood fruitachtig. Maar vooral smooth. Echt smooth. Alsof er lactose aan toegevoegd is. Weet ik niet. Staat dat erbij? Suiker op gist, gerstemout water. Nee. Staat er niet bij. Enorm vol whisky. De Jack Daniels vaten komen zeker heel goed terug. Je ziet ook aan de schuimkraag, die is eigenlijk totaal verdwenen. Maar echt. Wow. Oh, dit is een mooi spul. Ik moet wel zeggen. Ik wou zeggen. Hij is redelijk in balans. Hij is niet compleet in balans. Je proeft gewoon dat de barrels enorm naar voren komen. Maar je proeft nog steeds dat het echt gewoon een barley wine is. Hoe een barley wine, hoe het bedoeld is. Maar gewoon de toevoeging van de Jack Daniels, Jack Daniel barrels. Ja, het is echt verbluffend goed. Ik denk dat Emelisse zich wel weer op de kaart kan zetten. Dit is het eerste bier van de vier. Ik heb er twee gehad. Dus er komt er nog één aan. Maar die andere twee ga ik zeker ook kopen. Die zijn in andere vaten gerijpt. Maar voor deze is... Ja, dit vind ik mooi. Echt lekker. Ik bedoel, als ik hem zie, dan koop ik hem gewoon nog een keer. Zeer fijn. Heerlijk bier. Als ik hem een cijfer moet geven, ik geef hem 8,5. Gewoon 8,5. Super lekker, vol, fruitig, zoetje zit erin. Nou ja, er zit eigenlijk wel een redelijk zoetje in. Een beetje karameltonen, koffietonen, chocola. En dat voor een barley wine. En je merkt gewoon, nogmaals, de barley wine is goed. De barrel overheerst
wel, overheerst wel. Maar desalniettemin, prachtig bier, 8,5 waardig. In de categorie, waar heb je vandaan, voor hoeveel? Ik heb er vandaan van Emelisse, voor hoeveel? Om te proberen. Emelisse, nogmaals, bedankt voor dit bier. Zeker de moeite waard als jij dit bier ziet. En jij bent ook nog van de oude white labels. Koop hem gewoon. En laat mij alsjeblieft weten wat jij ervan vindt. Ik vind dit is echt wel de moeite waard. En ik ga hem dan ook heerlijk rustig opdrinken. Uiteraard, bedankt voor het kijken. Abonneren, liken, subscriben. Zelfs abonneren, excuus. Commentaar geven of wat dan ook. Heb je tips, trucs, weet ik veel wat. Laat het me weten. En heb jij zoiets van mystery beer? Ik ga die Remy 1 of 2 of wat dan ook bieren opsturen. En dan kijken wat die gek ervan vindt. Stuur het op. Stuur een mail naar biergeekholland@gmail.com. En dan kunnen we even wat adresgegevens uitwisselen of zo. Kijk maar even. Hoeft niet, mag wel. Fijne dag. Wat je ook aan het doen bent. Tot de volgende keer. Cheers.